Komende zondag speelt Erik Neveland met zijn huidige club Viking Stavanger zijn allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal. Naast de 35 FC Groningen supporters die per bus naar Noorwegen reizen om bij het afscheidsduel aanwezig te zijn, zijn er nog diverse andere FC Groningen fans die dit weekend op eigen gelegenheid naar Stavanger reizen. Neveland speelde van november 2004 tot en met januari 2008 voor FC Groningen. In 114 officiële wedstrijden voor de FC scoorde hij 48 keer. Twee doelpunten sprongen er bovenuit. En Neveland maakt zijn eerste officiële doelpunt in de Euroborg. Winteren, Van der Laak, Neveland, Neveland! Oh ja, 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 ja! Hij zit erin! Prachtige goal van Neveland! Oh, jawel, er staat voor. Groningen op 1-0. Wat een goal, wat een goal. Dat is Neveland. Dat is de teamplayer. Dat is de topscorer van Groningen. Erik Neveland. Ik had een geweldige tijd daar. En, ik mis Groningen en ik hoop dat ik daar terug kunnen binnenkort. Maar ja, het was een geweldige tijd en met veel hoogtepunten. Dus ja, hele goede herinneringen van. Op slag van rust, Erik Neveland. 2-1. En de beloning die volgt in blessuretijd. Een fraaie aanval van FC Groningen. Let op, Suárez achter zijn standbeen langs. Uithalen Neveland. Binnenkant paal. De gelijkmaker. Het is 1-1. Ik kan veel zeggen voor de supporters van FC Groningen. Ik heb altijd een goede relatie gehad met de supporters. En ze hebben me heel veel geholpen in mijn tijd daar. En het was altijd een eer om voor de publiek in Groningen te spelen en de lef en sfeer in de Euroborg was geweldig, dus dat ga ik zeker missen. Zondag is het duel tussen Viking Stavanger en Vålerenga dus de laatste officiële wedstrijd van de Noorse spits. Neveland heeft er dan een carrière van 16 jaar betaald voetbal op zitten met clubs als Manchester United, Göteborg, Fulham en natuurlijk FC Groningen. Ik ben er klaar voor. Ik vind het wel goed zo. Ik ben zeer tevreden over mijn carrière en ik wil heel graag goed afsluiten. En ik vind het wel leuk om iets anders te doen.